Mijn naam is Sjoerd van Bilzen. Ik leg een vergrootglas op eigenaardigheden van specifieke modellen. Of praat u bij over bijzondere items op een auto. Welkom bij een nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes. Ja, helaas, die nieuwste generatie Lexus IS is niet voor Europa bedoeld, want Lexus wil in Europa zich juist meer gaan richten op sport utility vehicles. En er hoort een sedan niet bij, zo zegt het Japanse merk. Ja, en die IS-stamboom die telt alweer 4 generaties. En dit is een van de exemplaren uit die allereerste serie die in 1998 werd gepresenteerd. Later kwam dan deze sportcross variant erbij. En in 1994 startte de ontwikkeling van deze generatie Lexus IS, die dan van 1999 tot met 2005 op de markt was. Ja, en met deze auto wilde Lexus juist de strijd aangaan met onder andere een Audi A4, een Mercedes C-Klasse, maar vooral bovenal de BMW 3 Serie. En vandaar dat er als projectleider, als engineer, ja, de getalenteerde Katayama werd geselecteerd. Katayama die was verantwoordelijk onder andere voor de 4e generatie Toyota Supra, voor de Lexus SC. Zo'n groot slagschip, een mooie, fraaie, afgeronde coupé. Maar hij verdiende ook zijn sporen bij Toyota Motorsport. Ja, onder andere in de rallywereld. Dus ja, als je één project in handen kon geven van Katayama om een concurrent te maken van een BMW 3-serie, juist dan was het die Katayama dus wel die de IS wel even op de kaart zou zetten. En wat hij wilde is een sportsedan maken. Een sportsedan, 8-wielaandrijving, goede balans tussen voor en achter, het wagengewicht goed verdelen over die auto, directe besturing en een, ja, een messcherp opererende versnellingsbak. Maar ja, die Katayama die drukte wel degelijk zijn stempel op die auto. Was het niet zozeer in technische zin, dan was het wel door een hele leuke gadget die hij notabene verzon. Katayama was namelijk een liefhebber van horloges, van chronografen, van uurwerken. En zo gaf hij de opdracht aan de designafdeling om zijn passie, zijn hobby eigenlijk, in die Lexus IS te verwerken. Ja, op een, ja, een niet geheel subtiele manier, want als je naar het instrumentarium kijkt, dan zie je daar die ronde snelheidsmeter met in de buitenring de kilometrages, dus de snelheden, en dan 3 kleine metertjes centraal erin geplaatst. Ja, en om het beter in beeld te brengen, kijk, we hebben hier een. Zo'n mooi instrumentarium uit die Lexus IS. Met aan de buitenzijde, in dit geval van een Engelse uitvoering, die kilometers. Dan bovenin de watertemperatuur, onderin het actuele verbruik. En centraal daar tussen die meters het voltage van de accu. En als je dan heel goed kijkt, dan zie je daar juist, je ziet daar een horloge in. Een uurwerk. Ja, weet je wat dan grappig is? Zo bracht hij zijn passie, zijn hobby over op de auto waar hij verantwoordelijk voor was. En dat bracht nog iemand op het idee om, zeg maar, het idee van meneer Katayama te kopiëren, juist, naar een echte chronograaf. Zie hier een leuk doosje, precies in de vorm van dat Lexus-embleem met die bekende L. En als je hem dan opent, dan zie je daar een horloge. In de stijl van het instrumentarium van die Lexus IS. In dit geval is die uitgebracht ter gelegenheid van de introductie van de Lexus IS 200. Hier staan we naast een 300 die later aan het programma is toegevoegd. Maar bij de introductie was er alleen een 2 liter 6-cilinder motor leverbaar. En ter gelegenheid van die introductie vond fabrikant van de horloges Ebel het mooi om een mooi fraai uurwerk te maken, ja, in de stijl van dat instrumentarium. Dus je ziet al de kleine ronde metertjes op de wijzerplaat van het uurwerk, met aan de buitenzijde IS 200 vermeld, met daar, zeg maar, de snelheidsmeter, voorzien van een bandje, origineel Lexus. En de oplage van dit uurwerk, ja, als je in de boeken kijkt, 1000 exemplaren. Maar als je op de achterkant van die, ja, chronograaf kijkt, dan staan daar series A, B, C of D. Uiteindelijk zijn er 4 verschillende edities van het uurwerk uitgebracht. En dat levert een totale oplage van die chronograaf op van 4000 exemplaren. Ja, fantastisch hè? Toen ik het destijds eind jaren 90 wilde kopen, naar aanleiding van dat ik die introductie had gedaan van die Lexus IS 200, toen adviseerde de Lexus manager mij om het horloge niet te kopen. Want ja, het was eigenlijk zijn geld niet waard. Maar als je nu kijkt wat het waard is, ja, dan had je het uiteraard altijd als belegging moeten kopen. Maar uit liefhebberij had je het ook moeten kopen, want het is gewoon, ja, zeldzaam om deze combinatie van de auto met het uurwerk bij elkaar te krijgen. Ja, fantastisch hè? Dat Katayama zijn hobby doorvoert in een auto en dan uiteindelijk aan zijn eigen collectie dus een uurwerk kan toevoegen waarvan hij aan de basis stond. Nu is het zo dat met deze Lexus IS 200, die werd alleen als Lexus verkocht buiten Japan. Op de Japanse markt heette deze auto gewoon Toyota, ja, Altezza. En als je dit plaatje eraf haalt, dit plaatje, dan staat hier onder Toyota. Dat moet je maar net weten, dan staat daaronder Toyota. Kijk, in die ramen staat gewoon netjes Lexus. En als je naar het instrumentarium kijkt, dan zul je ook zien dat ook hier het woordje Toyota staat. Dus de niet zichtbare delen, daar staat gewoon Toyota vermeld. Terwijl aan de voorzijde staat hier juist Lexus. Maar juist die Japanse uitvoering onder de merknaam Toyota heeft ook hetzelfde instrumentarium als zo'n Lexus. Ja, en bestaat er dan van die Toyota-versie ook een uurwerk? Jazeker. En dat is niet een exact kopie van het Ebel horloge. Nee, daarvoor heeft Toyota een andere fabrikant uitgekozen en die heeft een wat goedkopere, wat simpelere, wat eenvoudigere uitgave gemaakt. Ja, vervaardigd door niet Ebel, maar door een andere fabrikant, vervaardigd door Alba horloges uit Japan zelf. Ja, een unieke combinatie en een mooi verhaal vind ik zelf van Katayama, dat hij, ja, gepassioneerd is door iets, doorvoert op zijn auto en dan eigenlijk als kers op de appelmoes, dat hij dan zijn eigen, ja, chronograaf van zijn Lexus, waar hij verantwoordelijk voor was, dan ook nog eens een keer om zijn eigen pols kan dragen.